Niels, let's talk business. Want ik neem aan dat je iets aankomt bieden voor de veiling. Ja, man. Wat heb je meegenomen? Ik ben er wel trots op ook. VIP-tickets voor mijn concert in de HMH. Met afterparty. En die afterparty is al heel lang uitverkocht. Dus nu heb je dit is de enige kans om daar nog bij te zijn. Je kon kaarten kopen voor jouw afterparty? Ja, je hebt zeg maar bijzondere tickets voor mijn concert. Ja. En alleen die bijzondere tickets zijn al uitverkocht. Dus ik dacht, die neem ik mee. En dan om een beetje extraatje krijg je een biertje. Ga ik een biertje voor je tappen. Dus ik ga je ook echt persoonlijk wat aandacht geven. En het kan zijn dat je Ali B, Raccoon, Diggy Dex tegen het lijf loopt. Want die lekker. Lopen er allemaal. Dat zijn mijn gastartiesten op 11 maart. En daar gaan we een mooie avond van maken. Wat goed. En dit is op 11 maart, hè? Ja, 11 maart. Dus je zegt dan de HMH, maar eigenlijk is het in de... AFAS, ja. De AFAS Live. AFAS Live, ja. Dat moet ik nog even aan wennen, hoor. Ja.